6 uur, paaszondag in het Ottostadion. AA Gent neemt het op tegen het Westerlo van Jan Keulemans. Gent-Westerlo is ook het duel tussen Brian Ruiz, vedette van AA Gent, en Jaime Alfonso Ruiz, de vlotscorende spits van Westerlo. Chris van den Abelen. Van Oudenaarde, we zitten aan fout 12. Het is een goede shot, hè. Hij kan goed in actie maken, hij kan een assist geven, dat je ziet. Ik had de laatste bal geven, maar het is gewoon moeilijk. En als je er toch net probeert te spelen, loopt er toch iemand anders vrij. Dus ja, dat is gebleken in de eerste helft. Maar het is gewoon een hele goede shot, hè. Dat is zeker zijn eindstation hier. Samen met Boussoufa is dat toch een van de moeilijkste om tegen te staan. Ik heb niet, denk ik, veel verdedigende opdrachten gegeven, dat is duidelijk. Ik denk met Maric en Asafaifa nu en Grondij heeft natuurlijk voetballers achter zich die het zogezegde vuile werk opknapt. En Ruiz natuurlijk die voor de aanvallende impulsen zorgt. En dat zie je, denk ik, week na week weer wat ik vind. Nu gaat Ruiz geel krijgen. Hij zat niet zo goed in de wedstrijd en dan probeert hij het iets te forceren. Dan lukt het helemaal niet meer. En dan wordt hij een beetje, eerste helft een beetje gefrustreerd en dan gaat hij domme dingen doen. En dat wist ik van tevoren, al op training was het ook zo een beetje. Hij heeft niet het niveau gehaald van de vorige wedstrijden. Maar dat is in grote mate de verdienste van een tegenstrever. En het feit dat wij hem eigenlijk in niet optimale omstandigheden hebben aangespeeld. Dat Brian een vermoeide indruk liet in de tweede time. En elke keer als hij naar Costa Rica geweest is, stel ik hetzelfde vast. Met name dat hij 2-3 dagen na zijn terugkomst nog redelijk goed speelt. Zoals vorige week uiteindelijk. Hè. Maar dat hij na een week toch ergens af te rekenen heeft met die jetlag. Brian wil zelf weg en dat is uiteindelijk ook een beetje zo afgesproken bij de contractverlenging met hem. Dus als er een club wordt, komt die interessant is voor hem en voor ons, dan denk ik dat we die deal moeten maken. Ik vind dat dergelijke spelers aan carrièreplanning moeten kunnen doen. Maar waarom hem niet nog een jaar houden? Kleine inspanning voor hem doen. Dat is gebeurd bij Standaard met sommige spelers. Die wachten de juiste moment. Als de juiste moment komt, dan gaat hij weg naar een grote ploeg. Maar Brian moet ons niet verlaten om van een ploeg van Holland te gaan. Dat gaat hij achteruit. Hij moet bij ons blijven om nog te groeien en misschien de grote stap zetten naar Spanje, waar zijn droom is.